kracht zit in het vertalen van de wensen van de gebruikers op goede ervaring. Toch wel vaak heb je ervaring. Nou, dat is heel goed. Dat geeft me hier wel zekerheid. Het werd graag ook in de nieuwe ontwikkeling. En we zagen net heel even spin zeker voorbij komen. En ik vroeg hem gisteren wat nog een over jou vertellen. Maar ik vertelde, ik ben echt gek op de ketting. Dus als jullie straks nog even willen spreken, jullie mooi op. Ja. Ik zei net al even de titel van zijn talk. Ik heb het ook moeten schrijven uit mijn hoofd leren. Dat is toch niet zo helemaal mijn ding. Een analyse van de onderliggende risico's van de informatie leggen in WordPress. Dus ik wil graag een warm applaus voor jullie. Om te beginnen, wie geloofde dat 75% van de gehackte CMS'en WordPress is? Kan ik handjes zien? Het is niet helemaal waar. Het is namelijk nog schokkender. Het is 83% van alle gehackte CMS'en is WordPress. En ik vind dat we het daarover moeten hebben. Ik vind dat dat geen goede ontwikkeling is. Ik ben Niels en ik heb 150.000 websites geanalyseerd op wat er beter kan en moet. Dus de afgelopen jaar is er best veel gebeurd op het gebied van datalekken. En de belangrijkste daarvan is de introductie van de AVG-wetgeving in mei 2018. We zijn allemaal geconfronteerd met de manier waarop wij gegevens verzamelen en hoe we die delen met anderen en hoe we dat kenmaken aan gebruikers. Zodat die kunnen kiezen wat we allemaal over ze delen. Dus we zijn daar allemaal heel bewust mee omgegaan. Een andere ontwikkeling die we zien is dat WordPress steeds groter wordt. In de afgelopen jaar is het van 27% marktaandeel naar 30% marktaandeel gegaan. En een ontwikkeling die nog iets harder loopt, is het aandeel van gehackte WordPress installaties die erbij hoort. Want ook al groeit WordPress hard, het aantal hacks op WordPress groeit nog veel harder. Daar heeft Luc Prinsen afgelopen juni een artikel over geschreven op basis van data van Security. En dat gaat erover dat dat niet per se komt omdat WordPress zelf gevaarlijk is of lek is. Maar het komt meer omdat de instap zo ontzettend laag is om met WordPress aan de slag te gaan. Dat er heel veel situaties zijn waarin misconfiguratie plaatsvindt of mensen installaties doen die ze niet helemaal zelf begrijpen. Of niet updaten omdat ze daar de middelen niet voor hebben. Dus het is niet per se dat WordPress als geheel onveilig is, maar ook een stukje bewustzijn in de community wat daar mee kan helpen om dat te voorkomen. Dit is de quote van Luc uit het artikel van juni. Last year WordPress was responsible for 38% of infected content management sites. En dan hebben we als community hebben wij bij meerdere WordCamps adviezen gehoord over hoe we deze problemen met het hacken van WordPress kunnen voorkomen. Er zijn er altijd een aantal standaardadviezen. Hier nog even samengevat. Alles moet up-to-date zijn. Dus op het moment dat jij een WordPress-installatie hebt die een plugin bevat die al 2+ jaar niet is geüpdate. En er zijn wel updates voor beschikbaar, security updates. Dan is de kans groot dat dat probleem gaat opleveren. Het kiezen van goede wachtwoorden. Natuurlijk helpt WordPress daar al heel erg mee door aan te geven wanneer je een onveilig wachtwoord kiest. Maar ook dat is gewoon een super belangrijk ding. En voldoende logging, zodat als er iets fout gaat en er blijkt iemand op je website rond te zitten, dat we snel kunnen zien wat er gebeurd is, hoe iemand binnen is gekomen. Inzicht krijgen op wat er überhaupt op je website gebeurt. En dus die drie standaardadviezen worden vaak aangevuld door nog een hele hoop een beetje site-specifieke adviezen zoals verander de tabelnaam, verander je admin-gebruikersnaam, verstop de WP-admin, disable XML-RPC. Het gaat er niet om dat je precies weet wat al die dingen doen of waarvoor ze zijn. De belangrijkste samenvatting is, dit zijn allemaal manieren om het zo moeilijk mogelijk te maken om voor geautomatiseerde aanvallen jouw website te proberen te hacken. Dus op het moment dat een geautomatiseerde bot langskomt, die probeert op de gebruikersnaam admin, probeert die 100.000 verschillende wachtwoorden. En daar zit er eentje bij die heel makkelijk te raden is. Dan heb je een probleem. Dus al deze adviezen zijn eigenlijk om die geautomatiseerde aanvallen proberen zo moeilijk mogelijk te maken.
Een advies of een analyse van WordFence in oktober 2017 liet zien dat er vanaf één Russisch IP-adres, hoeveel waren het er? 15 miljoen aanvallen zijn geprobeerd op WordPress. En dat is niet één gast die achter zijn toetsenbord zit te klikken, maar dat is gewoon een soort server farm die gewoon automatisch probeert zoveel mogelijk WordPress in slaat te steken. Ja, recht tegenover de ontwikkeling om het zo moeilijk mogelijk te maken om automatisch data te verzamelen en heel bewust te zijn van welke data we aan het delen zijn, is er in december 2016 de WordPress API deel geworden van de WordPress Core. En dat is een hele belangrijke ontwikkeling geweest voor het delen van data. Want de missie die de WordPress API zelf in de handboek omschrijft, is de WordPress API provides an easy to use set of HTTP endpoints that let you access your site's data, including users. Dus waar we aan de ene kant het zo moeilijk mogelijk maken om geautomatiseerd met die WordPress installatie om te gaan, zijn we aan de andere kant bezig om het zo makkelijk mogelijk te maken om met computers WordPress te besturen en zo makkelijk mogelijk maken om data uit te lezen. Bijvoorbeeld, we kunnen de userlijst van een WordPress-site heel makkelijk uitlezen door de toevoeging wp.json/v2/users in te vullen. En als we in de browser naar deze pagina zouden gaan, dan krijgen we een resultaat wat er ongeveer zo uitziet. En dit is in mijn geval één gebruiker, maar dit kunnen er 10 of 100 zijn. En daar wordt data overgedeeld zoals de volledige naam van de gebruiker, de URL die de gebruiker zelf als verwijzende website, dus ook al ben ik op level.com geregistreerd, kan ik daar een verwijzing maken naar mijn persoonlijke website. De SLUC, dat is de gebruikersnaam die mensen gebruiken om in te loggen. En wat belangrijk is om hier te zien, is dat hier zo gegevens als e-mailadres en telefoonnummers niet standaard in voorkomen. Het is namelijk zo dat WordPress heeft bedacht van ja, we kunnen wel gebruiksinformatie delen, maar we willen ook weer niet te veel delen. En zeker geen data die privé zou moeten zijn. Dus er is nagedacht over hoe we dit zoveel mogelijk kunnen beperken in informatie die meegegeven wordt. Dus ik had bedacht van hoe kunnen we nou proberen om in plaats van die ene website deze informatie op te halen, dat van een miljoen websites te doen. Dus ik heb op alexa.org, die publiceren elke maand een lijst van de 1 miljoen populairste websites op het internet. En ik heb een scriptje geschreven wat vervolgens van alle miljoen websites probeert om de wp.json userlijst op te halen. En op het moment dat ik dit een avondje liet draaien, had ik van 5000 verschillende WordPress sites informatie over welke gebruikers daar geregistreerd waren. En vervolgens kun je met een heel simpel commandootje, ja, eens even doorhebben wat je aan het doen bent, maar met één commando kan ik bijvoorbeeld analyseren hoeveel admin gebruikers er in die lijst van 5000 websites plaatsvinden. Vervolgens heb ik het scriptje opgeschaald en wat verder geautomatiseerd en rekening gehouden dat sommige websites niet hetgeen teruggeven dat je zou willen. En na 1 miljoen websites geanalyseerd te hebben, heb ik informatie verzameld over 156.000 verschillende WordPress installaties. Wat in totaal 752.000 unieke gebruikers opleverde. Het toverwoord daar is uniek gebruikers en dat zal ik straks nog even uitleggen. Wie was er de eerste dag bij de keynote van Anton? Hij had het erover dat bijvoorbeeld Google en Facebook dit soort data verzamelen. Maar het is dus ook voor mij in mijn eentje op mijn eigen laptop mogelijk om over hele grote getalen informatie te verzamelen door middel van wat WordPress beschikbaar stelt. En ook al heb je maar één website op het moment dat heel WordPress 30% van het internet is, dan heb je toch te maken met hele grote schaal van informatie verzamelen. Op het moment dat we dan gaan kijken wat er in die verzamelde informatie staat, dat betekent dat het ongeveer 20% van de verzamelde websites een gebruiker heeft die admin heet en informatie op de website publiceert, terwijl wij juist altijd advies geven, je moet geen admin gebruiken op je website hebben.
Vervolgens heeft nog eens 10% heeft een gebruiker met admin in de gebruiksnaam. Dus die hebben een gebruiker, die noemen ze dan admin 2. Want dan hebben ze voldaan aan het veranderen van de username. Of ze noemen hem webadmin, of ze noemen hem administrator. Maar uit de naam is nog steeds heel duidelijk te herleiden wie de admin gebruiker gaat zijn. Ook dit is nog steeds kwetsbaar voor geautomatiseerde aanvallen. Dus op het moment dat wij op admin 2 dezelfde wachtwoordanalyse gaan loslaten, dan heb je nog steeds dat je kwetsbaar bent voor die geautomatiseerde aanvallen. Dit is de top 10 van gebruikersnamen in de lijst van 700.000 plus. Wat opvalt is dus dat bij een aantal gebruikersnamen heel snel te zien is dat dit waarschijnlijk een beheeraccount is. En weet je dus als aanvaller heel snel welke je moet hebben om proberen aan te vallen. Wat verder opvalt is dat eigenlijk alle namen in de top 10 verder zijn westerse mannennamen. En nummer 11 is dan vervolgens Laura. Dus dat was wel leuk omdat hij net buiten de top 10 valt. Nou heeft WordPress over het lekken van gebruikersnamen, hebben ze een standpunt op security.wordpress. Of op de security lijst staan. En daarbij zeggen ze, wij vinden gebruikersnamen geen gevoelige informatie. Je kiest er zelf voor wat voor gebruikersnaam je gaat delen. Heel veel websites die delen meer dan alleen een gebruikersnaam over je. Dus voor WordPress, of in ieder geval de WordPress community als geheel, is de gebruikersnaam geen gevoelige informatie. Dus we gaan in de WordPress API kijken wat we daar nog wel voor gevoelige informatie kunnen krijgen. En in de eerste, op het moment dat je dus de WordPress API ophaalt, dan krijg je naast gegevens over een username en de URL die mensen opvoeren, krijg je ook een Gravatar URL. En de Gravatar URL, dat is een geanonimiseerde versie van het e-mailadres waarmee je geregistreerd bent op een website. Dat betekent dat wij voor verschillende websites dezelfde gebruikers aan elkaar kunnen koppelen, ook al hebben ze daar een andere gebruikersnaam, of ook al hebben ze niks met website te maken. Dus op het moment dat ik mij als Niels de Blauw registreer op level met het e-mailadres niels@levellevel.com en vervolgens op een totaal ongerelateerde site met dezelfde e-mailadres registreer, dan kan ik die twee Gravatar URL's die op de twee verschillende websites gegenereerd worden, kan ik aan elkaar koppelen. Dus ik kan in de 150.000 websites die ik heb geanalyseerd dezelfde gebruiker over meerdere sites kan ik die trekken. Dat levert vervolgens zoiets op. Dit is een visualisatie die ik heb gemaakt van 5 websitejes die dezelfde WP Engine gebruiker hebben. Hier zien we bijvoorbeeld dat Yoast.com een gebruiker heeft die WP Engine heeft. Waarschijnlijk worden ze daar gehost en hebben ze support gehad en is er een WP Engine admin die een post op Yoast heeft gepubliceerd, wat ik best interessant vind. Maar je kan ook zien dat dezelfde gebruiker ook bestaat op ConvertKit en op Agoda.com. Dus ik kan heel snel relaties leggen tussen één gebruiker met een e-mailadres die op meerdere sites is geregistreerd. Nou kan het zo zijn, in het geval van TechCrunch bijvoorbeeld, dat jij superveel maatregelen aan het nemen bent om te zorgen dat jouw website niet op een geautomatiseerde manier aangevallen kan worden. Bijvoorbeeld door de WP-admin te verbergen. Bijvoorbeeld door te zorgen dat mensen niet meer dan 3 keer met een verkeerd wachtwoord kunnen inloggen. En een website als TechCrunch die kan daar een flink budget voor vrijmaken. Maar op het moment dat er een gebruiker is die bij TechCrunch een account heeft en ook op een andere website in de twee zijn aan elkaar te koppelen, stel je dan voor dat sinecalidad.to niet het budget heeft om al die veiligheidsmaatregelen te nemen. En dat die geen rate limiting heeft op het aantal keer dat iemand een verkeerd wachtwoord kan proberen. Dan ontstaat vervolgens het probleem dat na onderzoek van Troy Hunt ongeveer 2/3 van mensen hetzelfde wachtwoord gebruikt over verschillende websites. Dus op het moment dat het wachtwoord gekraakt wordt op de ene website en we kunnen herleiden op welke andere websites die gebruiker nog meer een account heeft, is het heel waarschijnlijk dat we met dezelfde gegevens die website binnen kunnen. Wat verder nog is, is dat er worden lijsten online gepubliceerd van eerdere hacks. En in 86% van de gevallen, of nee, ik moet het anders uitleggen, denk ik.
Er was een nieuwe hack gevonden met ongeveer 2 miljoen gebruikers. En 86% van de gebruikers die daarin voorkwamen, waren al bekend in eerdere lijsten met e-mailadres en het wachtwoord wat erbij hoort. Dus wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is we kunnen zo'n lijst downloaden. Voor alle e-mailadressen een eigen Gravatar-URL genereren. Daarvan kijken op welke websites die Gravatar-URL allemaal van komt. En proberen met het wachtwoord wat bekend is daarin te loggen. Een probleem daarvan is dat we dat verkeer niet kunnen onderscheiden van een legitieme inlog. Omdat het één keer met de juiste gebruikersnaam, met de juiste wachtwoord. En je zit er meteen in. Sinds 1 januari 2018 zijn er volgens WP Vulnerability Database 33 zogenaamde authenticated kwetsbaarheden gevonden. En die houden in dat je alleen maar de informatie kan uitbuiten op het moment dat je als ingelogd gebruiker de website in. En bijvoorbeeld WooCommerce die heeft gezegd van we adviseren om te updaten, maar omdat je het alleen als ingelogd gebruiker kunt misbruiken, is het minder kwetsbaar. Maar op het moment dat je van zoveel websites informatie hebt kunnen verzamelen, is dat nog maar de vraag of dat het echt minder kwetsbaar is. Laten we nog even teruggaan naar de AVG waar we mee begonnen. En een discussie die ik jullie voor wil leggen. De AVG vraagt namelijk aan ons om alle datalekken te documenteren en alle datalekken te melden. In dit geval is het zo dat je via je WordPress-site al dan niet onwetend geanonimiseerde gegevens deelt over misschien 10, misschien 20, misschien 100 gebruikers. En op zichzelf staand is die informatie niet heel waardevol. Op het moment dat je die 150.000 website analyseert en daar wel kwetsbare gegevens uit kunt halen, wie moet dat dan vervolgens gaan melden? Wie heeft de verantwoordelijkheid over die data? Want op jouw eigen website kun je er weinig mee. Waarschijnlijk kun je niet eens zeggen dat er data gelekt is, want het is een legitiem gebruik van hoe de WordPress API werkt. Dus wie zou dit moeten melden? Nou, als laatste wil ik nog twee adviezen geven die wat breder gaan dan verander je admin gebruikersnaam en zorg dat je backups hebt. Sla geen data op die je niet nodig hebt. Nou, dat is natuurlijk al wat we met de AVG allemaal hebben geleerd om te doen. Maar ook deel geen data die anderen niet nodig hebben. Want het is heel makkelijk om te zeggen dat het internet open moet zijn en dat we zoveel mogelijk gegevens vrij moeten maken. Dat past ook heel goed bij de WordPress community. Alleen tegelijkertijd is het zo dat op het moment dat je informatie deelt die niemand gebruikt, totdat iemand het op de verkeerde manier gebruikt, dan ben je misschien ook niet helemaal goed bezig. Dankjewel. Dat was hem. Dank iedereen voor de plaatjes gegooid, maar hebben we nog een paar minuten tijd? We hebben nog een 8 minuten. Kijk. Zijn er vragen? Kijk. Kunnen we de REST API dicht zetten? Ja, er zijn filters om de REST API dicht te zetten. Dat is niet heel moeilijk. Je kunt zelfs een plugin downloaden die het voor je doet. En je hebt ook nog een plugin waarbij je precies kunt bepalen welke data je wel of welke datapunten je wel wilt delen en welke niet. Dus daar kun je zeggen informatie over de berichten die wij posten wel delen en informatie over gebruikers niet. Dus daar kun je redelijk specifiek in kiezen wat er allemaal gedeeld wordt. Ja. Heb je daar namen van die plugin? Als je rechtstreeks googelt, dan vind je hem direct wel. Inderdaad. En anders straks even naar me toe komen en dan hebben we het erover. Ja, meer een opmerking. Alle data die in de REST API staat, die staat ook in die XML-RPC. Dat klopt. Alleen de REST API dichtgooit dan. Dat klopt. Ja, dat is misschien ook nog belangrijk om te noemen. Ik geloof dat ik het ook in mijn speaker notes had. Zeg maar, deze manier van data verzamelen is er eentje. En hoewel dit in ieder geval voor mijn situatie de makkelijkste manier is om op hele grote schaal data te verzamelen, heb je bijvoorbeeld ook je sitemaps die data lekken over. Nee, niet de sitemaps, de RSS feeds die data lekken over wie posts publiceert. Je comments feed, daar zit een Gravatar URL in. Op het moment dat je in de metadata van een post gaat kijken, dan kun je daar auteursinformatie over vinden. Je kunt door vraagteken P, author is 1, kun je informatie over auteurs vinden. Dus er zijn heel veel manieren waarop deze informatie te achterhalen was. Dit is voor mij de makkelijkste geweest. Maar het is zeker niet wanneer je de REST API dichtzet, dat je dan helemaal veilig maakt. Het is alleen moeilijker geworden om die informatie heel snel te verzamelen. Ja,
klopt dus ook dat klantgegevens uit WooCommerce eigenlijk vrij eenvoudig. Nou, wat de lijst die door in ieder geval de WP user of de WP JSON API wordt gedeeld, die is beperkt tot mensen die een bericht hebben gepubliceerd op de website. Dus voor het geval van orders in WooCommerce, die staan er niet in. Maar op het moment dat het verkeerd geconfigureerd is, staan bijvoorbeeld de gebruikers van een forum, kunnen er wel in staan. Dus op het moment dat jij een afgeschermd forum hebt voor psychologische aandoeningen, en je kunt er alleen maar met een uitnodiging opkomen, want het is misschien heel erg privé wat er allemaal plaatsvindt, dan nog zou het kunnen dat die gegevens, omdat zij berichten publiceren, wel in die lijst staan. Dus dat is even iets waar je heel bewust van moet zijn. Dat gaat alleen om gebruikers die berichten publiceren. Maar er zijn vaker mensen die berichten publiceren waarvan je het niet verwacht. Zoals de WP Engine gebruiker op de Yoast site. Overigens is WP Engine dan meteen een van de boosdoeners, want op het moment dat ik de WP Engine gebruikersnaam opzoek, heb ik 200-300 websites waarop zij berichten publiceren. Dus is iemand. En dan is het ook nog heel apart om te zien dat zij dat. Ze hebben één hoofdadres waar een stuk of 150 sites aan gekoppeld zijn. En dan hebben ze een hele hoop aparte gebruikers die blijkbaar wel WP Engine als gebruik hebben, maar een ander e-mailadres, die nog één of twee sitejes per stuk beheren. Dus dat zijn waarschijnlijk helpdesk medewerkers die even ergens inloggen en dan met hun eigen e-mailadres bij WP Engine registreren. Dus het is best interessant wat voor gegevens daaruit komen. Gebruikers die een post maakten, wat voor post type dan ook? Of is dat gewoon een... Het gaat om publieke post, dus je kunt op het moment dat je een nieuw posttype aanmaakt in de code, kun je aangeven of dat die public moet zijn of niet. Op het moment dat die public is, dan staat die in de REST API ook meteen public. En dan zijn de gebruikers die die post hebben gepubliceerd ook meteen public. Je kunt vervolgens kun je aangeven show in REST. En op het moment dat je dat op vals zet, dan wordt de gegevens worden wel op de website getoond, maar niet als onderdeel van de REST API. Dus je kan daar best in fine-tunen welke informatie beschikbaar is. Ja, ja, inderdaad. Ja, en bijvoorbeeld Yoast als plugin, die voegt zijn eigen data endpoints aan de REST API. Die gebruiken voor elke request die je erop doet, gebruiken zij authenticatie. Dus dat is hartstikke netjes afgeschermd. Daar kun je geen gegevens over keywords vinden die je alleen als beheerder zou moeten zien. Dus dat is goed afgeschermd. Er zijn er een hoop plugins die ook dat soort endpoints aanmaken, maar niet zo goed bezig zijn met het verifiëren of iemand ook wel echt de gegevens mag opvragen. Dus daar staat ook nog best wel wat privé data in. Ik heb een visualisatie gemaakt van de gebruikers die op de website voorkomen, maar een van de volgende dingen die ik wil gaan doen, is om te kijken welke informatiepaden er allemaal beschikbaar zijn. Zodat ik niet alleen maar kan zien wat voor standaard informatie er gedeeld wordt, maar ook waar ik eventueel meer informatie zou kunnen vinden door plugins die geïnstalleerd zijn. Zo. Publiceer je dit online? Sorry? De slides worden sowieso gedeeld. En misschien dat we nog een korte samenvatting van de talk op de website publiceren. Dus even level op Twitter in de gaten houden. Dan. Ik doe zelf niet aan Twitter, dus zoek vooral even level als je meer wil weten. Schrijf je ook blogposts? Daar moet ik even mijn taak overleggen, maar volgens mij is er geen reden waarom we dit niet kunnen publiceren. Ja. Goed, dankjewel Niels.